Dit jaar werd de Dag van het Park op 6 verschillende groene locaties in Genk georganiseerd. Men begon eerst met een ontbijt dat opgediend werd in het nieuwe groene hart van Sledderlo. Het waren de dames van de Yunus Emre Moskee die een lekker Turks ontbijt hadden klaargemaakt. Iedereen was erover eens, het was zeer verzorgd en het was lekker bovendien. Het parklandschap van Torpark, achter de oude gebouwen van de mijn van Waterschei, was de rust zelf. Buiten het kwaken van honderden groene kikkers hoorde men het geblaat van een kudde schapen. Het is een plezier om te zien hoe de herder al fluitend communiceert met zijn honden. Hierop, hierop. Harry. Hierop. En als de schapen niet willen luisteren, zet de hond ze even op hun plaats. Op enkele plaatsen stonden gidsen die uitleg gaven aan de mensen die de energiewandeling over het terrein maakten. In Zwartberg-Zuid had men er een echt volksfeest van gemaakt. Een infostandje van het regionaal park Kempen-Maasland gaf uitleg over marters. Beestjes waar mensen al wel eens last van kunnen hebben. In de Arbeidsstraat kon je een bezoek brengen aan de volkstuintjes. Bij veld kreeg je informatie over bijen, planten en het houden van sierkippen.